In de midden, bij Buitenpost en Twijzel, beheert Staatsbosbeheer heel veel soortrijke hooilandjes. In die hooilandjes kun je verschillende soorten orchideeën vinden. Orchideeën hebben iets magisch. Ze zien er exotisch uit, ze hebben mooie kleuren, ze zijn zeldzaam en ze komen bijna alleen maar voor in natuurreservaten. Toch is voor mij de veel algemenere rode klaver van dichtbij bekeken ook heel mooi. In dit soort oases van rust groeien heel stilletjes orchideeën. Vaak groeien ze samen met onopvallende planten als de blauwe zeggen. In Nederland zijn alle orchideeën beschermd. Nee, dit is geen orchidee. Dit is waterdrieblad met onwaarschijnlijk mooie witte bloemen. Het woord orchidee komt van orchis en dat slaat op de gevorkte wortels. Maar het betekent ook kloot. En daar ben je als boswachter mooi klaar mee.